De helft van peloton 2N liep verloren in de sneeuw. De andere helft kroop op de bezemwagen of kwam uren te laat. Een remedie voor dit probleem is snel gevonden. Een keertje overdoen, één weekend minder en een prima gelegenheid om de vrije natuur te verkennen. Strafbivak heet dat dan. Het schijnt weer niet te gaan, hè, jong van Loo. Je moet hier al staan. Christophe? Oké, wat even, dat is de laatste keer dat u muts verkeerd stond. Dat terug weg. Ander loon. Nog eens? Laat maar. Ah! Dan zal ik eens uw muts deftig opzetten. Wat zegt u nu? Dank u, luitenant. Wat blieft? Dank u, luitenant. Oké, als ik nog een keer uw muts verkeerd zie staan, wat deze? Dan giet ik er geen 20 centiliter in, maar een hele liter en dan zet ik hem zo op uw kop. Begrepen? Ja, luitenant. Wat blieft? Ja, luitenant. Wat blieft? Ja, luitenant. En ik heb wel zo'n stemmetje, jong. Wil je geen para worden? Ja, luitenant. Oké. Het weekend is het ultieme geheim om die troep bijeen te drijven. Niet naar huis mogen is voor de milicien nog altijd het ergste wat hem kan overkomen. Het wapen ligt dus voor de hand. Het eerste weekend hadden we wacht. En het tweede weekend was het naar Gent omdat we onze bivak niet goed hadden gedaan. En die mars niet helemaal volledig hadden uitgelopen. Nou, dan zou ik het weekend wel graag naar huis gaan. Maar zo twee weekends achter je dat. Nou, de kleren geraken op hè, en je moet gewoon wassen, dat is wel een probleem. Hè. Ik zal van mijn eigen nooit niet afhaken. Gisteren, de moment zelf zo, als je zo afziet, dan zijn er feitelijk twee personen. Hè. Ene die zegt, ik ga opgeven, en de andere die zegt, ik zal morgen vroeg opgeven. En zo stel het altijd uit. Het is feitelijk een overwinning dat je baalt. Elke dag is een overwinning. Ik heb het wel simpeler verwacht. Zeg, ja. Ze hebben me allemaal verwitte idee dat ik het niet moest doen, maar nu maak ik het zelf mee en dan weet ik het wat het is. Dus dat is een beetje het kader, hè. De ene stookt de ander een beetje op verlegging, denk ik. Ik denk dat het kader motiveert zichzelf. De ene begint en de andere pakt door. Ik ben geen vader voor de man, maar ik ben ook geen beul. Dus als je iemand hard aanpakt, dan kun je een goede soldaat krijgen. Het is niet de bedoeling van continu iemand af te breken, hè, want dan krijg je niks niet meer goed. Ik continu zeg, beste broeder, uw gamel, uw wapen. Nee, ik vind, als het goed is het goed. Maar als het slecht is, is het slecht. Er gebeuren nog fouten, dat is normaal, door vermoeidheid, door stress, hè, juist opgewekt door ons. Maar het is juist de bedoeling van te zien hoe dat de mensen in die omstandigheden reageren. En zien of dat ze wel degelijk nog hun hoofd kunnen, dus het hoofd koel houden. Ik ben helemaal niet zo streng. Dat komt waarschijnlijk omdat ik het vroeger ook meegemaakt heb. Ik ben hier ook binnengekomen als soldaat. En ik was toen niet geslaagd. Dus ik weet wat dat eigenlijk betekent voor iemand om zich in te zetten en te mislukken. Ik weet ook wat de waarde is van een overwinning en van een nederlaag. Dus ik kan me heel goed in je plaats stellen van die soldaten die daar afzien. En daarom treed ik ook niet zo overdreven streng op. Zestien kilometer lopen binnen het uur. Moe of niet moe, gepakt en gezakt. De lijst met beproevingen is lang en met verbeelding opgesteld. Ik ben Pans Ronnie, ben 20 jaar, woonachtig te Antwerpen. En ik ben naar het leger gekomen bij de paracommanders voor de eer van de Rode Beret en voor te bewijzen dat ik het ook aan kan. Ik heb medisch de reden afgevallen. Ik heb tendinitis gehad en beide Achillespezen. Het zijn opgezwollen pezen door het marcheren, misschien slechte botine of zo. Ik werk hier nu als gewone soldaat milicien. Iedere morgen hebben we dan sportoefeningen.
En dan voor de rest werk ik in de QM, bevoorrading. Dat is goed, ik mag niet klagen. Maar ik had toch liever de rode bereidschap natuurlijk. Paul ook. Naar het einde van de 3 maanden basisopleiding blijven er nog 31 man over. 1 op 2 is dus verdwenen. De houding van het kader verandert nu subtiel. De motivatie wordt iets positiever. De testen gaan tegen het uurwerk en moeten gehaald worden. De muts wordt al wat roder voor peloton 2N. Goed, Jan. Allee, hup, kom. Hup, 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 hup. Goed, Jan. Goed, hè. Voor de kortheid van kom maar. Als ze 3 maanden doorgesparteld hebben hier in ons peloton, dan is dat een prestatie. Natuurlijk wel te zeggen. Ook van wat ik van mijn kader kan horen, is het een peloton dat zwak begonnen is. Is ruim zwak, dus waarvan dat we onze verwachtingen erg laag waren. Maar dat uiteindelijk toch uitgegroeid is tot een serieuze middelmaat. Ook dankzij het feit dat het kaf van het koren goed gescheiden is geweest. Ja, het waren plekpoppen. Ik ben er eerlijk in. Ik ga mijn woorden zeker niet onderdrukken. Het waren plekpoppen in het begin. Maar de 31 die er geraakt zijn, ik hoop dat ze allemaal hun muts houden. Na 3 maanden kan je commando worden. Een verhuis naar Marche-les-Dames, beneden aan de Maas. De groep wordt aan zijn lot overgelaten. Iemand uit eigen rang moet de orde erin houden. Samenwerken moet nu wel. Allee, in het begin was dat moeilijk. De kader had ook gezegd boven, je bent nu eigenlijk het kader van het peloton. En dan, zeker als korporaal, ik ben 7 jaar in het leger geweest, ik heb zoiets nooit moeten doen, dus dat is... Dat is enorm, dat is een hele omstelling. Dan weet je pas eigenlijk wat dat is als je bevelen moet geven en je moet zien dat alles draait en alles in orde is. De meeste, denk wel 80-85% die begrijpen dat. Ik heb er natuurlijk altijd bij, die vegen er altijd een jas aan. Maar de grootste ook begrijpt dat en die werken ook nog dadelijk goed mee en zo, dus dat is geen probleem. Eén maand hebben ze nu om de echte commandotechnieken te leren. Een zeer zwaar tempo. Commando staat dan voor kleine groepjes gevechtssoldaten die alleen opereren en zich vaak op ongewone manier verplaatsen. Natuurlijke hindernissen kunnen geen rol spelen. De meesten hebben nog nooit een rots van dichtbij gezien, laat staan beklommen. De training van het basiskamp laat zich nu voelen. Er komt meer bij kijken dan techniek. Hoogtevrees is een geduchte vijand. Nu toegeven is 3 maanden voor niets geleden hebben. Het is klimmen of PSL. Met de koning! Kom maar naar beneden hoor! Ja, links moet een klein beetje om u. Ja, aan de koning. Hij naar boven, kom maar. Kom maar, probeer even je voeten te zetten, dat kan dat. Dat is lastig te maken. Dan denkt je, ja, het is voorbij. Ik mag het vergeten. Sommige rotsen had ik geen problemen en sommige wel dan. Het was raar, hè? Het was raar. Ja, nu is de keuken. Wow. Dat is natuurlijk geen avontuurlijk leven. Hè? Iedere dag zelf. Maar. In het begin is dat wel lastig, maar aan het betere leven worden ook gewoon. Hè? Ik heb genoeg meegemaakt hierboven en dan die 14 dagen daar beneden voor mij. Voor mij was het genoeg. Nu denk ik gewoon mijn legerdiensten vervullen en dan in Burger werk zoeken ofzo. Daar die. Doe maar. Hoi, aan die ballen.